Ja, ik doe dus onderzoek naar de tafel van de Heilige Geest in Oostenrijk op basis van het Katelarium. Daar doe ik codicologisch en paleografisch onderzoek naar. En de tafel van de Heilige Geest die, was verbonden aan de parochie van Oostenrijk en ze regelde daar de armenzorg. En daarvoor gaven zij roggen, dus aan de armen. En deze roggen vergaarden zij door middel van testamenten, erfzijnsen en pachten. En die overeenkomsten werden vastgelegd op charters, een soort contracten. En in het Cartularium, het boek wat hier ligt, daar werden deze charters in overgeschreven, zodat men een overzicht had van het eigen bezit en de inkomsten die men in een jaar kon vergaren. En Cartularia, dat is een specifiek type boek of handschrift in dit geval. En die zijn in Frankrijk in opkomst gekomen aan het einde van de 11e eeuw. Toen kloosters hun eigen bezit wilden inventariseren. En daarvoor gingen ze dus die charterverzameling, hier ligt er eentje. Die contracten gingen ze in een boek, een codex kopiëren, om zo meer overzicht te hebben. Maar een cartularium kon ook een andere functie hebben. En dat is een commemoratieve functie. Dus schenkers aan de kloosters, die werden hierin vastgelegd. En zo kreeg het een soort gedenkboek waarin de namen van de schenkers voor in de eeuwigheid bewaard blijven. Het cartularium zelf stamt uit de 16e eeuw, waarschijnlijk begin 16e eeuw. Dat is een van mijn onderzoeksvragen, daar ga ik zo meer over vertellen. Codicologisch onderzoek richt zich in eerste instantie op het boek als fysiek object. En dus het begin van mijn onderzoek naar dit cartularium ben ik gaan kijken van hoe is dit boek nou opgebouwd? Welke keuzes zijn er gemaakt toen men het materiële boek ging creëren? Als we hem overslaan, dan komen we op de eerste pagina en dan zien we meteen dat er hier teksten staan. Dit is oud perkament, dit is een oud boek geweest dat men aan stukken heeft gesneden en gebruikt heeft ter versteviging van de omslag van het cartularium. De omslag is van perkament, niet het meest stevige, dus meer perkament, meer stevigheid, zo dachten ze. De tekst is in het Latijn en ik heb op basis van, het is geschreven in textualis en het is waarschijnlijk een 15e eeuwse tekst geweest. Maar ik heb helaas de tekst zelf nog niet kunnen achterhalen. Kijken we naar de eerste pagina. Deze is van papier. Ik weet niet of het in het licht goed te zien is, maar er is een watermerk aanwezig in het papier. En ik heb de watermerken door de database gehaald. En een van de watermerken die in het cartularium voortkomt, die is gedateerd in Nijmegen 1528. Dus een deel van de papieren omslag komt ongeveer uit het eerste kwart van de 16e eeuw. Een codex is opgebouwd uit verschillende katernen. Een katern is bestaat uit dubbelbladen. Dus je hebt een stuk perkament, dat wordt dubbel gevouwen, dat wordt in elkaar gevouwen tot een katern. En de meeste katernen bestaan uit vier pagina's, die zijn hieronder ook uit vier dubbelbladen, die zijn hieronder genummerd. Hier heb je 1. En dat loopt door tot en met 4. En dan zit je in het midden van het katern. Je ziet hier ook het naaigaren. Je ziet hier ook, als ik hier mijn vinger onder leg, dat dit 1 perkamenten pagina is. Dus dit is 1 blad en zo zijn al die bladen in elkaar geschoven en gevormd tot een katern. Aan elkaar vastgemaakt met middels een strengel, heet die verbinding. En aan de achterkant zijn deze strengels weer aan elkaar bevestigd, ook verstevigd door middel van oud perkament. Op sommige stukken kun je nog de rubricatie zien, de rode aanzetten van de letters. En zo is het boek bijeengebonden. Dus dat is het materiaal van het cartularium. De pagina's die zijn op een bepaalde manier ingedeeld. De pagina's zijn ongeveer 21 centimeter breed en ongeveer 30 centimeter hoog. En de tekstspiegel, dus het gedeelte waarin de tekst geschreven is, is telkens ongeveer 14 bij 21 centimeter. En dat is aangegeven door middel van een rode lijn. Deze lijnen zijn gezet middels prikgaatjes. Die zijn hier onder ingeprikt. Hier kun je er eentje zien. Daar hebben ze een touwtje doorgetrokken en aan de hand van het touwtje hebben ze een lijn getrokken. Je kan ook zien dat dat niet heel secuur is gegaan. En daaraan kun je ook weer zien dat dit een boek was, voornamelijk voor intern gebruik. In een boek dat voor een vorst of iets dergelijks was, dan werd er echt wel secuurder gedaan. Maar hier schreven ze ernaast en eronder, zolang het maar paste.
Met mijn hondenonderzoek heb ik een bepaalde hypothese gemaakt over hoe deze honden zich verhouden in de tijd in het handschrift. En dat kun je zien aan de hand van dit gedeelte. Dan kun je het leven van het boek, als het ware, kun je hieraan aflezen. Want je hebt hier hand A, die dat samen met hand B de vroegste is. Hier heb je hand C, die daarna komt, omstreeks 1525, gok ik nu zo. Hier heb je hand D, die komt weer later, omstreeks 1580. En hier hand E, die daarnaast komt en die waarschijnlijk begin 17e eeuw is. En mijn hypothese is dus dat het verloop zo is. En dat het boek na hand C, die de foliering heeft gedaan en hierachter een katern heeft gedaan waarin een samenvatting van het hele boek zit. En op basis van het papier dat Nijmegen 1528 is. Dus dat het toen pas echt een boek is geworden. En dat er toen mee verder is gewerkt. Want hand E, die is ook verantwoordelijk voor de flaptekst. En om deze hypothese te staven ben ik nu aan het zoeken naar andere specimina van de handen in dit cartellarium. Zodat ik de datering strakker kan krijgen en daar dus meer over kan zeggen. En ik heb hand A in ieder geval al in één instantie teruggevonden in een charter uit 1513. Waarop ik kan concluderen dat hand A in ieder geval in 1513 aan het werk was. Dat is een vaststaand feit.